hij is wel groot, hè. En stijl. Een stuk stijler als ik dacht. Het ziet er wel pittig uit, zo. Ook naar boven gaan de hele tijd. Oh. Ik word nu als nerveus. Yo, Bart. Wip. Oh, waar ben ik aan begonnen eigenlijk, hè? Hoi. Hey. Mark. Alles goed? Ja, met u? Ja, sava, sava. Goeie training gehad? Welkom in mijn tempel. Ja, dank je, dank je. Het is wel zot, hè. Het is wel echt stijl. Hoe stijl is eigenlijk de... Ik denk dat dat... Piest. 45 is op deze. 45, oké. Okay. Kan dat? En het kuipje? Iets stijler. Maar de exacte graden ken ik niet. Oké, okay, oké. Okay. Maar dit is 250. Ja. Redelijk... Allee, voor... Grote kampioenschappen en zo is dat niet echt een goede piste. Oh, en dan die rechte stukken zijn wat te lang. Ja, oké. Okay, ja. En hoe korter je een bocht, ja, hoe meer dat je dat eigenlijk afremt. Hoe meer druk dat je voelt. Ja, dus de snelste pistes zijn eigenlijk bijna rond. Ja, hoe lang is Kuipke net? 166. Oh, okay. Dus die bochten zijn nog korter, nog stijler en meer druk zo dat je daarin voelt. Hier valt dat nog redelijk mee. Ja, ik ben benieuwd. Ja. Heb je dat al gedaan? Nee. Ik heb nog nooit op een pist gereden, nee? Eigenlijk. Nee, nee, nee. En ook, ja, ik heb vooral een beetje schrik zo met een fixed gear. Die vaste pion, hoe dat gaat aanvoelen zonder remmen. Dus dat is even aanpassen. Ja. Even 2 minuten je schrik overwinnen. Ja. Vooral die eerste keer dat je in een bocht gaat gaan, had je de neiging om naar beneden te komen. Ja. Daar is het, dat gaat 2-3 keren duren zo. En dan zit je daarmee weg. En hoe remt je dan eigenlijk? Gewoon uitlaten? Gewoon een klein beetje tegenduwen. Maar tegen niet tegenduwen, want dan is het... Ja, oké. Okay. We gaan een fiets gaan zoeken, hè. Oké, okay, dat is goed. Laat me dat kort is dat dat een goed machientje zijn. Let's go. Let's go. Ik denk dat hij hier klaargezet is voor u. Oké. Okay. Perfect. Ziet er goed uit. Ja. 5 spaak voor, vol achterhoek. Had kunnen vliegen. Okay. Die gasten erop. Gaat niet veel beter, hè. En dan een vrij traditioneel stuur. Natuurlijk, ja, het is een pistefiets, dus vaste pion. Ja, ja. Daar heb ik schrik voor, maar ja, dat zal wel goed komen. Dat loopt wel los. Komt goed. Alright. Merci. We gaan iets anders aan doen en we gaan eraan beginnen. Hè. Perfect. Oké. Klaar ervoor. Yes. Ik ga u laten beginnen met gewoon een keer 2-3 toertjes hier op de grijze band, eventueel al een keer op dat blauw. Dat noemen ze de Côte d'Azur. Okay. Daar kun je eigenlijk niet mee misdoen. Je kunt daar 15 per uur op rijden. Mm-hmm. En in principe ook 40 per uur. Ja. Je kunt daar niet uitvliegen, je kunt daar niet afvliegen, je kunt daar niet afschuiven, niets. En dat hoort eigenlijk niet echt bij de piste. Okay. De piste begint vanaf hier. Ja. Ik ga je de fiets een beetje laten gewoon worden. Oké. Okay. Rondeken of 2. Ik ga er eens op kruipen. Je kunt een keer recht staan. Duwt een keer terug dat je voelt wat dat doet. Ja, ja, ja. Dat je hem een beetje vooral je de piste op gaat. Dan ook eens. Dat is uit de stress die ik zal. Let's go. Yes. Ik heb dat toch op mijn palmarès kunnen zetten. Hè. Olympisch kampioen op de piste leren fietsen. Plezier om naar te kijken, hè. Het is gewoon een atleet. Volgens mij zijn hij er al klaar voor, hè. Ja, allemaal naar rood. Naar die rode lijn. Hij rijdt rap genoeg, dat is geen probleem. Toch wat schrikken, ja. Voilà, zet er mee weg. Ah, oh, man. Lastig, hè. Je kunt ook nooit rusten, hè. In principe, tussen op die witte lijn rijden, ja, op die rode of op die blauwe, dat maakt 0,0 verschil. Een keer dat je op die witte kunt rijden, kun je ook aan de balustrade rijden. Het enige verschil is, als je een bocht inkomt, heb je iets meer stijging. Ja, ja, ja. Dus je voelt gelijk wat meer weerstand. Het is iets zwaarder van boven rijden. Ik ga mijn schoenen aan doen. Ça va. Ik ga je even vergezellen. Zet hem al een keer in het wiel. Dat is goed.
ogen. Mijn benen gaan niet zo hard. Kom aan, Bart. Goed bezig, hè. Maar nog een klein beetje hoger, hè. Oh, mannetjes, ja. Ah, hoger, hoger. Oh, fuck, ja. Kun je nog zitten? Eén keer hoog. Ja, nog eentje, ja. Wow. Ja, dat is wel zot, ja. Ja, dat was tof. De eerste keer dat we naar boven gingen, ik dacht echt, wat is deze? Maar vanaf dat ik achter hem reed, dan durfde ik wel ineens heel veel meer. Omdat je dan ziet van, ja, dat kan, het kan, hij doet dat, dus dat moet kunnen. En dan, ja, het zotste gevoel vond ik als we zo, wel dan een tijd de hele tijd boven. En dan ineens, ja, zij duikt die naar beneden en dan die druk in die bocht beneden. Dat was echt immens, maar wel vet. Thanks, Ilio. Dat was echt top. Echt geamuseerd. Iris, oké, je ziet daar de stijlen, die bochten, maar als je in het kuipje binnenkomt, dat is echt magic. Okay. Dat is. Okay. Het is de zesdaagse wedstrijd zeker? Ja, tijdens de zesdaagse heb ik zelf weer het beker in Heerenveen. Moet je toch ooit een keer doen? En anders de 24e, dat is eigenlijk de week daarna, de donderdag. Dat is mijn afscheid. Eigenlijk moet ik daarbij zijn. Ik ga dat proberen vrijmaken. Eerst moest je erbij zijn. Goed. Deal.